2016 was voor mij een heel bewogen jaar eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, plannen gemaakt om in Spanje te gaan wonen, Benidorm, La Nucia. Concert, Benidorm Sint Hazes, wat een heel groot succes was. Echt heel groot. 783 mensen binnen. Met heel veel hulp van heel veel horeca uit Benidorm en omstreken. Dus ja, heel bewogen eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, de plannen van Spanje, dat is anders gelopen als dat ik had gehoopt eigenlijk. Want mede door... ja, laat ik het maar even bot zeggen. Kinderzinnen, jaloezie en dat soort dingen. Ben ik eigenlijk toch wel niet aan lager wal. Dat niet, want ik heb lekker mijn werk. Ik heb mijn eten en dat soort dingen. Dus dat is het allemaal niet. Maar daardoor ben ik wel heel veel kwijtgeraakt. Ja. En mensen, smaad en last en dat soort dingen. En er lopen allemaal rechtszaken. En dat vind ik heel jammer. Want ik wil eigenlijk alleen maar positieve dingen. Weet je wel. Maar nogmaals, ik laat me niet onderwaaien. En ik accepteer niks eigenlijk. En ze zeggen allemaal, als je het aan de stok krijgt met Daan, dan is het niet goed. Nou, dat valt er wel mee. Want recht is recht, krom is krom. Want je moet mij niet dwarsbomen, want ik dwarsboom jou ook niet. Weet je? Dus ik ga dit jaar nog terug naar Nederland voor een periode. Hoe lang weet ik niet. Ik kom weer terug naar Spanje. Maar ik heb leuke aanbiedingen gekregen in Nederland. En ik moet zeggen, daar ben ik heel trots op. En ik hoop dat die aanbieding, dat diegene die dat gezegd heeft, ik mag nog niet zeggen wat en hoe en wanneer. Maar als dat uitkomt, ja, dan wordt mijn lach nog breder eigenlijk. Ik lach al sowieso altijd al. Ik ben heel positief ingesteld. Alleen dan wordt hij nog breder als dat hij al is eigenlijk.